Hallo jongens en meisjes, ouders, toekomstige leerlingen. Welkom in deze mooie grote sporthal van het Eibenburg College. De sporthal bevindt zich bovenop de school en is de hele dag beschikbaar voor het Eibenburg College. En daarmee zijn wij echt uniek. Je hoeft bij ons niet te reizen naar een andere sporthal op een verre locatie. Maar je zit gewoon in de school. Uh, deze sporthal kunnen we delen in drie gymzalen door middel van scheidingswanden aan het plafond. En bij onze lessen maken we gebruik van alle mogelijkheden die deze sporthal te bieden hebben. Meestal heb je met je eigen klas les in je eigen gymzaal, maar soms maken we van de gymzaal, van de sporthal, één groot beweegplein. En sport je samen met alle klassen, andere leerlingen. En zijn er heel veel activiteiten te doen waar jij zoveel mogelijk plezier kan beleven. Bij Sport en Bewegen is het ons doel om een leven lang te genieten van bewegen. En dat willen we bereiken door zoveel mogelijk verschillende sporten aan te bieden. Uh, we doen atletiek, turnen, klimmen, uh, zelfverdediging, basketbal, voetbal. Maar ook uh, actuele sporten zoals spikebal of uh, grote trampolinespringen. En daarnaast doen we ook heel veel spelletjes. Tik spelen, trefbal spelen, doelspelen, samenwerkspelen. Allemaal om ons doel te bereiken: een leven lang genieten van sporten en bewegen. Op het IJburg College vinden we het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau. Zo ook bij sport en bewegen. Zo vinden wij het belangrijk dat je je ontwikkelt op het gebied van motorische vaardigheden, hoe goed jij kan bewegen. Maar daarnaast besteden we heel veel aandacht aan. Sociale vaardigheden. Hoe ga je met elkaar om? Eerlijk spelen, veilig spelen, uh, plezier maken met iedereen, omgaan met verlies, fanatiek spelen, maar het wel leuk houden voor elkaar, zijn dingen die bij ons heel belangrijk zijn. En we willen graag dat iedereen op zijn eigen niveau zich daarom in ontwikkelt. Naast de gewone lessen Sport en Bewegen bieden we op het Eiburg College ook extra sport aan. Dat doen we in de vorm van sportdagen, maar ook tijdens maatwerkuur is er de mogelijkheid voor leerlingen om te sporten die daar extra behoefte aan hebben. In de bovenbouw zijn er zelfs verdiepingsvakken in sport. Op het VMBO is dat LO2, en op de HAVO en het VWO is dat Bewegen, Sport en Maatschappij. Bij deze vakken leer je onder andere wat de rol van sport is in de maatschappij. Hoe het menselijk lichaam werkt. En hoe jij je optimaal kan voorbereiden op vervolgopleidingen. Zoals de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. of het ROC Sport en Bewegen. Krijg dan bijvoorbeeld EHBO en je gaat lesgeven aan elkaar. En natuurlijk krijg je gewoon extra veel beweging, extra sport in de week. Kortom. Op het Eiburg College vinden wij het belangrijk dat je samen met elkaar leert van bewegen en dat je daarin zoveel mogelijk plezier maakt zodat jij geniet van een leven lang sporten en bewegen.